In de studio gaan we vanmorgen live praten met, ik noem hem onderzoeksjournalist, dat is Kenneth Sokol. Apaja onderzoek jaren ba a de verdiensten voor Akondre. En hij heeft, recent heeft hij wat cijfers geproduceerd waarbij hij uit zijn onderzoek heeft kunnen concluderen dat de staat Suriname in de periode 2020 tot en met 2022 ongeveer 18,4 miljard US dollars heeft verdiend aan exporten. De exporten zijn verhoogd en heeft zijn onderzoek gebaseerd vanaf 2005 tot 2022. En meneer Sokol Taki, deelukken de exporten dan Akondre verdient voor money, no for money. En toch heeft vragen eigen af, kon dat onder een financiële crisis. En hij heeft ook vragen gesteld aan de president. En de president heeft hem tot nu toe geen antwoord kunnen geven. En de meerverdiensten voor wat betreft export kan hij nergens terugzien als hij kijkt naar de cijfers van de Centrale Bank en het ministerie van Financiën. Dat zijn wel opmerkelijke bevindingen van de heer Sokol. En als hij onderzoek heeft gedaan, dan gaat hij vanmorgen in Mand en Taki uitleggen van allemaal doe je onderzoek en van allemaal contact in cijfers te zien. Meneer Sokol, goedemorgen en welkom. Goedemorgen, goedemorgen kijkers. Eigenlijk ben ik blij dat u mij heeft uitgenodigd en bedankt daarvoor, omdat ik eventjes het idee had dat ik gewoon in een woestijn schreeuwde, want ik publiceer deze cijfers, althans ik ben zeker een jaar bezig met het publiceren van deze cijfers. En ik heb de minister van Financiën, de president tot twee keer toe gevraagd naar duidelijkheid omtrent de verdiensten van het land. Ik heb de minister van Bibis ook gevraagd als hij alsjeblieft de president kon vragen om duidelijkheid te geven daarin. Anders heb ik het gevoel, of nou niet het gevoel, maar dan lijkt het alsof hetzelfde beleid van de afgelopen 13 jaren gewoon wordt voortgezet. Ja. Ja, althans van de regering Boutersen 1 en 2. Ja. En hij had me beloofd dat hij de president zou vragen, maar helaas is dat niet gebeurd. Ja. Maar punt is, meneer Hiwat, ja, is ik heb ook aan de vertegenwoordiger van IMF, mevrouw Lucina Anastasia, gevraagd van luister, als wij in 3 jaren tijd 3,4 miljard US dollars hebben verdiend aan winstbelastingen bij IAMGOLD, Newmont en Staatsolie, ja, en we hebben een positieve handelsbalans van pakweg 870 miljoen dollar per jaar, positief, hoe komen we dan aan waardevermindering van onze SRD? Waarvoor hebben we een IMF-programma nodig? Want doorgaans geeft IMF handelsbalans steun. Dus dat is voor landen die hun importen niet kunnen betalen, dus gebrek hebben aan inkomsten, ja, in ieder geval aan deviezen. Dus dan de MAECO in. En de mevrouw zei me, ja, Suriname is lid van IMF. Ze hebben om hulp gevraagd en die hulp kregen ze. Voor de rest is ze niet gegaan op mijn vraag. Maar laat me de kijkers uitleggen hoe ik aan de cijfers kom. Ja. Ik heb namelijk cijfers van de Centrale Bank vanaf 2006 tot 2022 kunnen achterhalen in tabellen en dat verwerkt in een tabel. En, dus en dan kom ik tot de volgende cijfers. Van 2006 tot 2010 heeft Suriname 7,7 miljard afgerond 7,8 miljard US dollars geëxporteerd. Ja. En de koers was toen 2,80. 2,80. 2011 tot 2015, dat is de regering Boutersen 1, dat vorige was Venetiaan 2, hebben we geëxporteerd 11,6 miljard afgerond. Ja. En de koers was bij 2015 reeds tegen de 4 SRD al voor een US dollar. Dus ja, het was van 3,20 zoals de regering dat had gebracht van 2,80 in 2011 naar 3,40, al gelopen naar 4. Ja. En op de zwarte markt was het al veel meer. Van 2016, dat is regering Boutersen 2, en u kunt zich heugen kort voor de verkiezing, had de president gezegd dat de situatie precair was.
Althans, Suriname was in een crisis beland omdat de prijzen voor grondstoffen gedaald zouden zijn. Dat is wel laag, internationaal. Ja. 2016 tot 2019, dat zijn 4 jaren, omdat het laatste jaar, 2020, midden een verkiezingsjaar, dus heb ik dat terug overgebracht naar de volgende regeertermijn. Ja. Dus van 2016 tot 2019 hebben we 7,6 miljard geëxporteerd. Ja. En toen was de koers tegen de verkiezingen aan reeds tegen de 19 en 20 SRD per US dollar. Ja. Dus je ziet elkaar koers en loon terwijl we steeds meer verdienen. Want in 2010 was het 7,8 miljard, ja 82. Ja. In 2015 was het 11,5 miljard, toch? Koers was toen als 4. En in 2019 hebben we geëxporteerd 7,6 miljard. Dus als je het 5e jaar mee, dan zou je al tegen 9 miljard komen. Ja. En dat koers bij de 20 baht. 20. In 2020 hebben we tot 2022 hebben we geëxporteerd 7 miljard US dollar. Ja. De koers door, althans de regering had het al gebracht naar 21 en 24 SRD voor een US dollar. Dus eigenlijk 2020, 2022 na een COVID periode. Nou, 20 na baga COVID periode. COVID bij de 1920. 1920. Ja. Ja, okay. En vanaf 19 de prijs voor olie go-to. Udu. Udu. Alles aan bekring. Vooral ja. Go-to naar een olie bekring baka. Ja. Oké? Okay? En dan, Sampasa, dus Milukasani. Dus we hebben totaal tussen 2011 en 2022 voor 26 miljard dollar geëxporteerd. 26 miljard dollar. Ja. Ja, dat is bijna 2,3 maal zoveel als de periode 2005 tot 2010. Ja. En dat toch, de waarde van Sanandala is dalen naar ruim 1200%. Ja. Dat is onmogelijk. Want als je handelsbalans positief is, je verdient zoveel money. En dat je dollar, je SRD neemt af in waarde tegenover het dollar, dan komt het aan de boom. Maar komt het niet door de schulden die we hebben? Nee, 4 miljard. Eigenlijk impteert. A 3 miljard zou er geen boters te willen, moet je optellen bij de inkomsten. Ja. Want dat wordt nog erger. Ja. Want het geld hebben we gehad, toch? We hebben projecten uitgevoerd, maar akkoord naar Kondre. Ja. Dus nu dat Migo crosscheck dat Samsa eigenlijk. Nu moet verifiëren of de exporten voor de centrale bank ik geef op, ik klop. Ja. Want waar is het fout gegaan? Hoe komt het nogmaals dat we veel meer dollars hebben in de economie, maar a waarde van SRD juist equal ook toe. Ja. 1200%. En is dat het IDB tak in 2023, dat we in 2022 met 400% armer waren geworden, let wel, armer waren geworden, ja, dan in 2016. Toch? Dus dan moet je check of de cijfers voor centrale banken kloppen. Ja. En dan komt het. In de maand van cijfers van Nieuwmond niet publiceer in jaarverslagjaar. Waarom niet? Ik weet het niet. Want mensen leggen ons uit, ze zijn beursgenoteerd, dus ze moeten hun jaarverslagen in Amerika of in Canada ergens publiceren. Maar het probleem is, Uno Abagoto, die mannen werken hier, toch? Waarom mogen wij als volk niet weten tegen welke kostprijzen ze produceren, hoeveel goud ze exporteren en wat ze ervoor krijgen? Ja. Oké, okay. Dus dan moet je kijken naar mijn maffin next, dan moet je balans naar staatsolie. Ja. En staatsolie heeft in haar jaarverslag van 2020, ik dacht op bladzijde 5, vermeld dat ze 135 miljoen US dollar dividend hebben gehad in dat jaar van Nieuwmond. Ja. 135 US dollar. En Usabi, staatsolie heeft 25% aandeel in Nieuwmond. Wel. Als staatsolie kiest 135 miljoen dollar, zijn de 25%, dat was een takkie. Kwart. Nou, een kwart. Dus Nieuwmond heeft 75%, dat komt overeen met 405 miljoen dollar. Ja. En hoe zou je zeggen, dan kies 36% winstbelasting plus nog royalties. Dus voor het gemak halve moet ik in 40%. Dan eviteren 40% dat hij, dat ze dan kiezen
Al jaar dat hij $360 miljoen winstbelasting voor Newmont. Dus als je die 135 van staatsolie, die 405 van Newmont en die 360 miljoen van de staat optelt, dan kom je op een bruto winst van $900 miljoen. Als je nou, daar nou ook nog de kosten die Newmont heeft gemaakt om te produceren bijtelt, en ik neem maar of 40%, 30%, dan komt dat 1,2 miljard totale kosten, inclusief winst en zo. Ja. Dus kosten met winst, alles. 1,2 miljard. En dat zullen ze hebben moeten verkocht hebben om naar binnen te halen. Ja. Iron Gold heeft ongeveer hetzelfde productie. Ja. Misschien een 6-7% minder gehad dat jaar, mm-hmm. maar ongeveer hetzelfde. Dus eviteer a productie en a export voor Newmont na die Iron Gold, dan kom je al op 2,4 miljard. Nu vermeldt de Centrale Bank van Suriname ook dat de kleine goudsector iets van $758 miljoen in 2020 heeft geëxporteerd. Ja. Of had geëxporteerd. Dus als je dat bijtelt, dan zit je al tegen $3 miljard op. Ja, en dit bedrag is nergens te zien? Ik kom eraan. Dus, want ik wil eerst één opmerking maken voordat we daar komen. Ja. De hout, rijst, vis en andere hebben ongeveer $250 miljoen geëxporteerd in 2020. Bananen ook. Bananen iets minder, maar goed. Iets van 250. Dus als je dat telt, dan kom je al in de buurt van $3,3 miljard dat we in 2020 hebben geëxporteerd volgens de berekening uitgaande van die $135 miljoen dividend dat staatsolie heeft gehad, als je dus terugrekent. En deze cijfers heeft u genomen vanuit... Nee, ik kom eraan. Ja. Dus dit is mijn berekening. Ja. En het is verifieerbaar, want nogmaals, mijn eigen punt is die $135 miljoen die staatsolie heeft gehad. Als ik dus naar die 3,3 miljard kijk, wat ik heb gerekend, en ik kijk naar het jaarverslag van Centrale Bank, dan kom ik tot een verschil van $1 miljard. Want Centrale Bank geeft in haar jaarverslag op een totale export van 2,3 miljard. Oké, en even een miljard erbij. Ja, een miljard erbij. Dus, en ik vraag me af, hoe kan dat? Want je moet weten, bij Centrale Bank werken er ongeveer 70 tot 80 economen. Ja? Hoe hebben ze dat niet kunnen zien? Als ik fout ben, dan moeten ze dat corrigeren. Want anders, zolang ze dat niet corrigeren of niet tegenspreken, betekent dat de Centrale Bank jaarverslagen maken die niet deugen. Want ik heb teruggekeken naar ook 2019, 2018, 2016 en ik constateer hetzelfde, althans dezelfde fout. Dat er steeds minder wordt opgegeven aan totale export van Suriname, terwijl als je terugrekent de dividenden van staatsolie naar de werkelijke export, dan kom je op hogere bedragen. Maar voor alle duidelijkheid, voor informatie kan de cijfer extra 1 miljard. En dat heeft zie. Maar voor pakmotto, volgens uw berekening. Dus mijn berekening, ik heb net aangetoond, dus uitgaande van die $135 miljoen van staatsolie ze als dividend hebben gehad, het winst van Newmont zelf en de winstbelasting van de staat en royalties, kom ik op 1,2 miljard export alleen van Newmont. Okay. En die 1,2 miljard is minimum wat ik heb kunnen maken. Als ik uitga van de kostprijs van $1,250 per troy ons die onze politici en ministers ons hier voorhouden, dan door bijna 2 miljard. Maar volgens een wet op jaarverslagen, dan zou Newmont in feite zo dat jaarverslag van Newmont te vinden moeten zijn. Dus ik weet niet als dat, want ik heb begrepen dus dat ze niet er nergens staat geschreven dat ze verplicht zijn hun jaarverslag in Suriname over Newmont Suriname hier te publiceren. Toch? Als multinationals. Als multinationals. Dus de wet geldt niet voor hun? Volgens mij. Maar om verder te gaan, Hiwat, want daar komen we. Dus, als ik nou die winstbelasting van Newmont neem, $405 miljoen. En ik zeg ook $405 miljoen bij Iron Gold. Dan zit je al op $810 miljoen in 2020. De FVTKI, dat staatsolie schreef in een SEM-rapport, voeding, bladzijde 5, voeding jaarverslag, dat ze in dat jaar 100,
32 miljoen dollar hebben overgemaakt voor de staat, dat je 132 miljoen plus 810, dan zit je al dicht bij de 900 zoveel miljoen dollar. Nog eens een keer, 405 plus 405 is 810. 810 plus 132 is al 940 miljoen dollar. Ja. En ik heb de president gevraagd en de minister. Van Financiën. Ja, van luister. En ik heb het ook in de krant zo geschreven. Van als de importen, de reguliere importen, worden betaald met dollars die de importeurs kopen bij de cambio's en de banken, toch? Alles wordt daarmee betaald. Waar PA 900 miljoen dollar is, voor de winstbelastende man, daar dan. Ja. Wat aan de centrale bank. Tapstraten hierin na in assemblee dat, net als de vorige regering, deze regering ook dat van staatsolie laat storten bij VCB. Ja. Maar Isabi, de centrale bank van Suriname is bij wet de kassier van Suriname. Ja, en als je het over transparantie en good governance, dan moet bij de centrale bank te zien zijn wat de staat ontvangt en uitgeeft. Ja, ik had de president ook deze vraag gesteld. Maar bij die antwoord, jammer genoeg, mijn man vindt apistordici. En ook vicepresident had een keer aangegeven dat hij moet ook gaan onderzoeken waarom de extra gelden niet op de rekening van de centrale bank worden gestort. Oh. Ja. Dus if you take nummer 2020, meneer Hiwat, nummer 800 miljoen. Ja. Toch? Dan vind ik 2020, 2021, 2022, dan gaat 2023. Ja. Praten we over 3,2 miljard dollars. Ja. En among in de Chinois. Je zou het normaal bij de centrale bank ergens moeten zien. En als het bij de centrale bank zou komen, meneer Hiwat, dan zou de regering daarvoor SRD's krijgen om haar huishouden te betalen. Ja. En wist je een probleem? Je ziet dat al is dat jaren geregistreerd aan. Money no bedef bij de landtiman. Ja. En we zien vanaf 2014 er geld wordt geleend op de lokale markt om de lokale uitgaven van de staat te betalen. Dus aha, nog een probleem, no. Maar sinds regering Bouterse 2 werd er geld geleend om salarissen en andere lokale uitgaven te betalen. Dus het beleid, ik wang al langer meneer Hiwat. Dus PR-regering is een leggo uit dat die mannen naar IMF zijn geweest om wel trakkeus en om ons financiële organisatie uit het huishouden in op orde te krijgen. Weet je, taki in feite niks nog verandert. Want amoni no def si. Ja, boom, meneer Sokol, we hebben weinig tijd, bijna 8:30 ben ik heb nog meer gasten, maar u heeft uw punt wel kunnen maken. Ja, maar dus, wat ik wel hoop, ik ben blij dat ik mijn punt heb, maar dat de gemeenschap en vooral de assemblee, want ze gaan de regering wel vragen stellen over een lousie 7,5 miljoen dollar, dat is ook belangrijk, maar die 3,2 miljard, waarom vraagt de assemblee de regering niet om rekenschap? Oké. Okay. Waarom doen ze dat niet? U bent hier bij Martin Taki, Miden Taki, de Maiere, Abuskopolisi, en we gaan kijken wat de regering hierover heeft te zeggen. En u heeft onderzoek gedaan en u bent onderzoeksjournalist, dus ik denk dat de regering moest kunnen antwoorden van tapapistodici. Maar bedankt, ik zou langer met u willen praten, maar ik heb ook andere gasten die ik heb uitgenodigd. In ieder geval, mijn dank is groot voor de ruimte die u heeft gegeven om dit toch aan de grote publiek nog eens een keer bekend te maken. Ja. En ik hou me beschikbaar en ik hoop dat de regering ontkent, of in ieder geval aan de gemeenschap wel duidelijk, maar per ammonidee, want mijn mati is Cedric Samson. Oh ja. Ja, alle jullie singa singi. Ammonidee. Ja, maar nomineren, maar singi moro. Ha, boom. Thank you. Dankjewel. En een jaar geleden had ik ook met de president gesproken hierover, waarbij ik hem vroeg waar de olie- en goudgelden gestort worden, waar ze niet te vinden op de rekening van de centrale bank. We gaan terug naar een jaar geleden. Met de president over het jeugdbeleid, want hij heeft aangekondigd dat in oktober een CARICOM Youth Summit georganiseerd gaat worden. Moet actie prestaki if regering Orgawa Youth Summit
van binnen huis. Want een jeugdbeleid, een hele niks van jeugdbeleid, ja ook toen in de kondre. En president Gipiki tap a pistoor dat hij. Ook toen tak naar de president Abraatori voor de money voor staatsolie naar de goudmaatschappij, Sarno Estor tapu a rekening voor centrale bank. En president legt ook toe Atori gaat uit, zij de regering te kan besluit voor een stort de dividenden dat hij tapu a rekening voor centrale bank. Dit is naar de straat. Oh, president, men geeft aan dat de middelen van staatsolie en de dividend uit goud niet zijn geprojecteerd op de rekening van centrale bank, maar er wordt gestort. Waarom is dat zo? Klopt het? Nee. Kijk, er zijn afspraken met betrekking tot dividend vanuit verschillende goudmaatschappijen en ook de oliemaatschappijen waar ze hun gelden moeten storten. Maar je moet rekening houden, de vorige regering had heel wat van deze inkomsten verpand. En opdracht geven om die gelden rechtstreeks te laten storten bij commerciële banken voor aflossing van schulden. Dat is min of meer nu behoorlijk al afgelost. Het moet terug naar de centrale bank. Vergeet u niet dat we ook een spaar- en stabilisatiefonds hebben, waarbij de centrale bank x procent van onze inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen ook daar moet gaan storten. Dus dat beleid moet ook agressiever nu uitgevoerd gaan worden, zodat we kunnen sparen voor de volgende generatie, zodat we kunnen sparen voor de diversifiëren van onze economie. Want die oil en gas hebben we nu, goud hebben we nu, maar die gaat opraken. En daarom moet je nu gaan sparen voor nieuwe markten, nieuwe economieën, nieuwe investeringen. En dat is wat onze visie precies is. Maar tegelijkertijd moeten we de inkomsten aanwenden voor aanpak van die crisis. Voor wat betreft die extra inkomsten van staatsolie als gevolg van de gestegen olieprijs, maar ook gestegen goudprijs. Die extra inkomsten hebben we in een fonds gezet. Een fonds om brandstof te subsidiëren. Daarom betaalt u nu in de buurt van 20 tot 22 SRD brandstof. Want normaliter zou het de wereldmarktprijs zijn. Dat wil zeggen 60 tot 65 SRD. Wat in de wereld nu betaald wordt door iedereen. Maar in Suriname betalen we 20 tot 22 SRD. Dat komt omdat we de samenleving moeten beschermen. En dat doen we uit de meerinkomsten van staatsolie. En een ander deel van de meerinkomsten van staatsolie gaat naar een ander fonds. Om te zorgen dat ook de elektriciteitstarieven daar zodanig in feite onder controle gehouden worden. Dat we daarin met subjectsubsidie kunnen komen. Maar ook daar de burgerij een beetje steun krijgen uit dat fonds. Dank u wel, president. Dus dat is het duidelijk. President legt uit dat de money put naar een bepaalde fonds voor het systeem kon voor akondre. Ik hoop dat wij een deel van de vraag van de heer Sokol hiermee hebben beantwoord.